is het eerste deel van de avonturen van de Minimensjes en stamt uit 1974. Dit kleine volkje is gehuisvest in een leegstaand waterreservoir. Wanneer er een overstroming plaatsvindt, vult het reservoir zich met water en moeten ze vluchten. Hierbij moeten ze de kwaadaardige grote mensen trotseren. Ook in dit album wordt verteld hoe ze zo klein zijn geworden. Schrijver en tekenaar van deze serie, die nog steeds loopt, is de Belgische Pierre Serron. Serron begon zijn carrière in de stripwereld als assistent van Dino Attanasio, van onder andere Bob Moran, Spaghetti en Johnny Goodbye. En Mitei, van onder andere Rick Ringers. Hij begon in 1967 met het publiceren van de Minimensjes strips in het tijdschrift Robbedoes. De oorspronkelijke naam van deze serie is Les Petits Hommes, wat de kleine mannetjes betekent. Recent is hij de serie Les Petites Femmes, wat kleine vrouwtjes betekent, begonnen. Met deze serie richt hij zich meer op de volwassen markt. Even terug naar dit album. Ik ken deze serie vanuit mijn jeugd en heb veel van de albums uit de bibliotheek gelezen en vond ze altijd erg leuk. Vandaar dat ik gelijk maar een hele reeks, tot en met album 38, had aangeschaft toen ik deze voor een spotprijs tegenkwam. Ik vind het verhaal leuk geschreven en hoewel het niet echt een humoristisch album is, valt er toch zo af en toe wat te lachen. Het is tevens een spannend verhaal. Over het tekenwerk ben ik ook zeer te spreken. Als je naar de lijnvoering kijkt, doet het wel wat denken aan dat van Franquin. Hoewel er maar één Franquin is, vind ik dit geen bezwaar. Ik vind dit een prima album waar ik me leuk mee vermaakt heb.